Een Porygon Reverse Holo. Nice, is gewoon een, geen zeldzame kaart, gewoon een common, maar wel een toffe kaart. En als laatste hebben we... What? Holy shit! Wow! Hey, super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag is het weer zondag, dus we gaan weer Pokémon kaarten uitpakken. Ik heb deze hele toffe Serena GX box. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit en we gaan snel kijken. Let's go! In deze box zit natuurlijk weer een grote jumbo kaart en dat is deze Serena GX box. Ik hou even de kleine kaart voor de camera, want dat is altijd een beetje makkelijker kijken. Het is nummertje 56 uit de Sun and Moon serie. Het is een toffe promo kaart, Serena GX. De codekaart hou ik deze keer even één keertje zelf, want ik wil graag de trading card game zelf een keer online gaan checken. Dan gaan we kijken welke pakjes erin zitten. Eén Burning Shadows pakje, een Breakthrough pakje, nog een Burning Shadows pakje en een Sun and Moon pakje. We beginnen met het Breakthrough pakje, dan gaan we door naar Sun and Moon en dan gaan we door naar Burning Shadows. Ik ben blij dat er geen Guardians Rising in zit, want Guardians Rising zorgt echt voor een slechte pool rate bij mij elke keer. En Burning Shadows en de normale Sun and Moon pakjes, die gaan eigenlijk best wel goed, terwijl ik dit pakje gewoon niet open krijg. Zo, hoppakee, eindelijk. Hij is open. Gaan we kijken wat er in het Breakthrough pakje zit. Jongens, ik ben heel erg benieuwd. Codekaartjes hou ik deze dus voor één keertje zelf. Ik hoop dat jullie me dat kunnen vergeven. Dan gaan we kijken wat hierin zit. We beginnen met een Reject. Dan hebben we Giovanni's Scheme. Dan hebben we een hele vette Ursaring kaart. Nice, die is wel tof. We hebben een Swablu. We hebben een Snover. We hebben een Rufflet. Veel normal type kaarten. Een Scatterbug hebben we. Dan hebben we een Cacnea. Oh, wow. Huh? Huh? Waarom? Heb ik dan verkeerde... Ik snap het niet. Waar is mijn reverse? Waar is mijn reverse? Ik heb een Noivern Breakguard en als laatste een Noctowl. Ik snap hier helemaal niks van, maar ik ben er super blij mee. Gewoon een Noivern Breakguard, maar dat lijkt net alsof hij op de verkeerde plek zat of zo. Ja, ik heb nu dus geen reverse hier zo in dit pakje zitten. Maar daar kreeg ik deze Noivern Breakguard voor. Nou, als jij nou weet hoe het komt, leg het me even uit in de comments. Want ik vind dit eigenlijk best wel bijzonder. In ieder geval een supergoed begin, want ik vind Noivern een tof Pokémon. En dan hebben we gelijk een hele vette Breakguard te pakken, jongens. Wauw, dat is echt een supergoed begin. We hebben hier weer de codekaart die ik dus helaas eventjes zelf hou. Maar we doen natuurlijk wel vier kaarten naar voren. En ik hoop nog steeds dat jullie deze video tof vonden. Doe zeker alvast even een blauw duimpje omhoog. Gedaan. We hebben een energy kaart. We gaan door met een potion uit het normale Sun and Moon pakje. Dan hebben we een Hypno. Vervolgens hebben we een Switch. We hebben een Sandy Ghast. We hebben een Poliwag. We hebben een Skarmory. We hebben een Morlul. We hebben een Fomantis. We hebben een Dartrix Reverse Holo. En als laatste hebben we dan een Crabominabo Non-Holo Rare. Het zou natuurlijk super tof zijn als we uit de Burning Shadows pakjes gewoon weer een hele goede kaart pakken. Daar heb ik eigenlijk best wel zin in, jongens. Dat we gewoon lekker doorgaan met de goede pool rate in Burning Shadows. Want tot nu toe gaat het wel lekker met Burning Shadows. We hebben hier een Fire Energy. Dan hebben we Plumeria. We hebben een toffe Seedra kaart. We hebben een Rotom Dex Pokéfinder Mode. We hebben een Tynamo. We hebben een Crabrawler. Dan hebben we een Inkay. We hebben een Ledyba. We hebben een Caterpie. Oh, deze heb ik nog niet. Dit is natuurlijk geen zeldzame kaart. Maar het is wel een tof artwork. Ik vind sowieso de Burning Shadows serie qua artwork vind ik gewoon heel erg vet. Want deze vind ik ook weer heel erg leuk. Toffe kaart. We hebben dan een Sandy Ghast Reverse. En als laatste... Oh! Tapu Fini GX, jongens. Dit is een super goede box. Wow, Tapu Fini GX. Ah, man, daar ben ik super blij mee. Hele vette kaart. Hij heeft Aqua Ring en Hydro Shot en Tapu Storm GX, 170 HP. Wow, kijk die artwork, jongens, van deze Tapu Fini GX. Echt heel erg vet. Wow, echt een super goede box. Oké, Serena, ik hou van jou. Je brengt me echt heel erg veel geluk. Wow, dit is echt vet. Gewoon al twee hele goede kaarten uit deze box. En dan hebben we nog een pakje te gaan, hè. Dan hebben we nog een pakje te gaan. Ons laatste pakje. En wederom een Burning Shadows pakje. We hebben een Electric Energy. Dan hebben we een Super Scoop Up. Oh, vet. Een hele toffe Electabuzz kaart. Een hele vette artwork weer. Dan hebben we een Sophocles. Dan hebben we een Sandy Ghast die we net ook hadden. Dan hebben we een Vanipede. Grappige kaart. Een hele toffe Sneasel kaart. Dat is wel een van de vettere Sneasel kaarten, denk ik. We hebben een Alolan Vulpix. We hebben een Horsea. We hebben een Porygon. Wow, vet. Een Porygon Reverse Holo. Nice, is gewoon een, geen zeldzame kaart. Gewoon een common, maar wel een toffe kaart. En als laatste hebben we... What? Holy shit! Wow! Een Secret Rare Choice Band. What? Man, wat gebeurt hier allemaal? Wat is dit voor box? Deze is echt te ziek. Wat een zieke box. Gewoon in drie van de vier pakjes
hebben we gewoon een hele goede kaart en zelfs een Secret Rare Choice Band. Wow, kijk dan. Wow, ik hou hem even dichterbij. Wow, hoe vet is dit? En hoe goed is deze box, jongens? Wow, dit is de beste box, denk ik, tot nu toe, die ik in de nieuwe, in de Sun and Moon serie heb gehad. Wow. Echt, jongens, dit is echt ongelooflijk. Deze box, oh man. We begonnen natuurlijk met de Serena GX promokaart, die je gewoon standaard krijgt als je deze box koopt. Toen hadden we, heel raar, deze Neuvern Break kaart in de plaats van een Reverse Holo. Ik vind het helemaal goed, maar ik vind het wel heel erg raar. Toen kwam Tapu Fini GX uit het Burning Shadows pakje en uit het andere Burning Shadows pakje kwam deze Secret Rare Choice Band. Wow, dit is echt te ziek. Ik verwacht echt heel veel blauwe duimpjes omhoog voor deze video. Hè. Ik verwacht heel veel blauwe duimpjes omhoog, want deze box was gewoon echt super goed. Nou, vind je dit nou een toffe video? Nogmaals, laat een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort toffe video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!